Vandaag deed u al een oproep bij ons op de radio aan heel Leiden om vandaag langs te komen op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Tevreden? Nou, het is lekker druk. Heel Leiden zou ook wel een beetje veel zijn, maar gelukkig hebben we er genoeg gehoor gegeven aan de uitnodiging. En u gaf net een mooie nieuwjaarsspeech. Er staan veel mooie dingen te gebeuren in Leiden dit jaar. Ja, er gebeuren heel veel dingen. Eigenlijk gaat het heel goed met de stad. Dat merken we. Leiden is echt booming. Veel projecten die afkomen komend jaar en heel veel nieuwe projecten die gestart worden. En dat is wel heel fijn om te zien. Dat is leuk mee te maken. En ook op sociaal gebied zijn er veel dingen die erg goed gaan. Daar ben ik trots op. Dat is fijn dat dat gebeurt. Maar tegelijkertijd zien we ook dat er een deel van de samenleving is die zich eigenlijk ongerust maakt. En die bang is voor de toekomst. Die boos is over allerlei zaken. En dat is wel een groep die ook belangrijk is in onze samenleving. En die moet je erbij zien te houden. Dus dat is een van de grote opgaven ook van het komend jaar. Om te kijken of je die erbij kunt betrekken. En u had het ook over een hele groep nieuwe Leidenaren. Ja, we hebben het. Ik heb het ook gehad over de groep nieuwkomers. De mensen die met een vergunning in Leiden zijn komen wonen. Leiden is net als elke andere gemeente verplicht om een aantal van hen te huisvesten. Dat is voor ons een zware klus, want we hebben niet zoveel huizen vrij. Dus dat is afgelopen jaar wel gelukt. En daarnaast is het van belang dat die mensen natuurlijk ook een plek krijgen in de samenleving. Mensen die geen Nederlands spreken, mensen die geen werk hebben, die geen contacten hebben in de samenleving. Dat is gevaarlijk als je dat zomaar als je hen aan hun lot overlaat. En dat hebben we de afgelopen jaren te vaak gedaan. We hebben nu echt wel een heel goed programma waarbij wij de mensen uitnodigen. Eigenlijk is het een verplichting om mee te doen aan een programma. 24 maanden lang, 24 uur, met taalles, met toeleiding naar werk, met bewegen, met praten over normen en waarden, zoals dat hier in Nederland gebruikelijk is. En wat de verschillen zijn met hun eigen cultuur. Maar ook is daar een mentorproject aan gekoppeld, waarbij mensen gekoppeld zijn aan de specifieke asielzoekers. Of dat zijn eigenlijk geen asielzoekers meer, ze hebben al een vergunning. Maar die krijgen op die manier de mogelijkheid om kennis te maken met de Nederlandse samenleving onder begeleiding van de Nederlander die hen daarbij helpt. Wat zijn een aantal hoogtepunten waar u zelf naar uitkijkt dit jaar? Ja, eigenlijk ben ik wel heel trots op de hoofdpunten die echt komend jaar echt klaar zullen zijn. Daar ben ik wel echt benieuwd naar hoe dat nou voelt met elkaar, die ik net noemde. Ook bijvoorbeeld de garage die afkomt en de garage die begint. Dat zulke soort grote projecten. Ja, dat zijn belangrijke dingen voor de stad. Maar ook de herinrichting van de openbare ruimte. Want dat is datgene wat de mensen vooral waarnemen. De parkeergarage is vooral voor de mensen die een auto parkeren. Maar dat het plein er prachtig komt uit te zien, dat is iets voor alle Leidenaren. Dat willen we graag dat dat gebeurt. En 2017 is hier sowieso goed begonnen. Want we hebben met z'n allen het Leidse volkslied gezongen. Ja, dat vinden we leuk. Dat hoort hier in Leiden. En iedereen doet lekker mee dan? Ja, dat is leuk. Iedereen zong mee.